Er is sprake van een gokverslaving bij Surinamers. Zo begon VHP-DNA-lid Henk Afiankooi onlangs zijn betoog in het parlement. De parlementariër gaf aan dat hij bekend is met de sector omdat hij er ruim 7 jaar heeft gewerkt. Afiankooi dringt aan op de verscherping van wet en regelgeving. Ik kom in die sector, dus ik heb heel veel meegemaakt ook, waarbij vanaf 8 uur mensen al staan te wachten om wanneer de casino om 10 uur open gaat, te sprinten in de casino. Ik heb het meegemaakt. Ik heb 6 of 7 jaren daar in de business gezeten. En dat vond ik vond het zo erg dat mensen gewoon, in plaats dat ze naar de markt gingen, dan zag je ze daar al onder de amandelbomen te wachten, want ze hebben speciale machines. Dus degene die twijfelen aan gokverslaving, ik kan u zeggen, het bestaat wel. En daarvoor moeten we wetten, regels ontwikkelen om dat op te vangen. Want eenmaal dat we de zaak hebben opengegooid voor Surinamers, moeten die wetten in place zijn en die regels. Er moeten instanties zijn zoals de vorige spreker, dat al zei de heer Gayadin, om dit op te vangen. Professionele begeleiders, eenmaal dat we de casino hebben opengegooid. Wel wil ik aangeven dat wij, nu dat de casino zorgt voor een stukje werkgelegenheid, dat wij ze niet moeten zien als een boema, maar regulatie brengt ordening. De Wild Wild West, ik weet nog hoeveel casino's daar nog daar buiten zijn. Ja, wie niet voldoet aan de eisen, nu is het een gedoogbeleid, gewoon de zaak intrekken. Edgar Champy, ABOP-DNA-lid, gaf tijdens zijn betoog aan dat er los van een gokverslaving nog andere maatschappelijke zaken bij komen kijken, zoals gezinsontwrichting. Champy stoort zich enorm aan de vele Suribet-kantoren. Voorzitter, wie voert controle op de Suribet-shops die overal en in alle kleine hoeken van Suriname uit de grond verrijzen, voorzitter? Zelfs kleine kinderen beneden 10 jaar worden meegesleurd in het geheel, voorzitter. Je ziet dagelijks kleine kinderen die Suribet-shops binnenstappen om top-up te kopen voor hun broers, nichten, tante, oom. En in het ergste geval zie je soms dat moeders kinderen sturen om Suribet-top-up te kopen om te kunnen betten, voorzitter. Voorzitter. Wij leven in een relatief klein land qua inwonersaantal. En ben er dus eens mee dat het aantal vergunningen die verstrekt kunnen worden beperkt is. Omdat het niet gezond zou werken aan de ontwikkeling van land en volk. Dat je overal in alle straten casino's hebt. Reshma Mangre uitte ook haar bezorgdheid over de wijze waarop de hazardspelen plaatsvinden. Volgens de politica moet er een halt hieraan worden toegeroepen. We merken inderdaad, zoals door andere leden hier zijn aangehaald, dat kinderen, studenten, maar ook huismoeders hieraan verslaafd raken. Maar ook mensen die aan het werk moeten gaan, die zijn 's morgens bij een bettingkantoor om hun geluk te zoeken. Tegenwoordig moet u ook zien, voorzitter, de interesse om te gaan werken neemt af. Omdat mensen gewoon hun geluk gaan zoeken elke ochtend. We moeten dit niet hebben. Dit werkt niet, een ontwikkeling in de hand, voorzitter. En zeker geen voorbeeld naar onze jeugd. Als we nu niet aanpakken, voorzitter, dan gaan wij de plank misslaan. De jeugd is de toekomst van morgen. Wij moeten onze jeugd gaan beschermen. Wat is het beleid van de regering? Wie en hoe wordt de controle gedaan met betrekking tot digitale apps en kansspelen of kansspelenloterijen? Ook met het oog op de ontwikkeling van oil en gas en factor local content moeten we onze jeugd gaan scholen.